Harm van Veldhoven. Ja, het is erop boven onder. En dat geeft ook aan wat we ook zeiden. Er zit nog wel een bepaalde wisselvalligheid in. Maar het is wel steeds constanter geworden. En wat ik ook heb aangegeven, ook niet vreemd met al de nieuwe jongens die je hebt. Maar als je vandaag winnend kunt afsluiten, dan heb je 24 punten. En dan sta je hoogwaarschijnlijk top en ik in de plaats. Die wisselvalligheid, waar zit hem dat in? Ja, wat ik ook aangaf. Heel veel nieuwe mensen. Hey, ik ga ze niet allemaal weer noemen, want het zijn er te veel om op te noemen. Maar het was wel een bepaalde kwaliteit dat natuurlijk wegging. En dan moeten andere jongens weer ingepast worden. En daarom vond ik het ook zo jammer dat ook mensen met toch veel voetbalintelligentie dan aangeven van, ja, dit is niet het rode van vorig jaar. Ja, goed, dat ziet elke blinde, denk ik dan. Dit is inderdaad niet meer het rode van vorig jaar. Dit is een helemaal nieuw elftal. Maar dat hoeft niet slechter te zijn. Dat hoeft op termijn niet slechter te zijn. Maar kijk, als je jongens als Titon en Jansen en Scubo en Hadouir en K en Baudor en Defoe. En ik ga er nogal wat, hè? Ja, en ook niet weten, kijken waar de Sam ook op dit moment spelen. Het geeft ook aan dat er ook een bepaalde kwaliteit verlies is. En je weet dat je budgetair iedere keer je inkrimping hebt. Dus je moet daar heel creatief zijn. Alleen transfermarkt, vrije spelers, categorie 1. Dus dat is niet zo gemakkelijk. Dus wij zijn er hard mee bezig. Twee wijzigingen vandaag. Kiesek is geblesseerd, daarvoor Proes. En Vukovic voor Biemans. Maakt dat een groot verschil? Eigenlijk niet. Eigenlijk is het in dezelfde opdracht, dezelfde organisatie. Ik vind ook dat die jongens 1 tot 18 is het heel kort bij elkaar. Dan hangt het ook van de vorm, van de automatismes die je aan het uitwerken bent. Nou goed, van de laatste 4 win je er 3. Daar vond ik ook een reden om extreme andere dingen door te voeren. Belangrijk vandaag, laatste wedstrijd, de winnend afsluiten. En Excelsior thuis is een makkie, toch? Nee, de laatste 6 wedstrijden hebben ze goed gespeeld. En ook tegen AZ gelijk. Ik hoef het niet op te noemen. Voor ons moeten wij elke wedstrijd scherp zijn. Dat is vorige week ook Maarten Beek.